Je bouw krijgt een klap. Ja. Door de coronacrisis natuurlijk. Heeft u vorige week ook een brief uitgedaan. Wat kunnen jullie doen in een paar zinnen om te zorgen dat je nog meer dan je al van plan was gaat doen om huizen bij te bouwen? Nou, kijk, die bouw die krijgt een klap, maar niet direct. Dat is zo bijzonder aan de bouwsector. Want als je nu kijkt, hè, de vliegtuigen staan aan de grond. De bloemen konden niet meer worden geëxporteerd. Maar op de bouwplaatsen werd gewoon volop, wordt volop gewerkt. En dat is ook dankzij de sector zelf, hè, die al meteen aan het begin heeft gedacht, hoe kunnen we dit doen? We hebben samen een verklaring opgesteld, veilig doorbouwen. Dus er wordt volop gebouwd. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat er ook opdrachten blijven precies komen. Precies, de ordeportefeuille. Precies, ja. De ordeportefeuille moet gevuld blijven. De gemeente moet de vergunningen blijven geven. En we mogen het niet verslappen op dit punt. En dat is in de vorige crisis wel gebeurd. Toen is het eigenlijk helemaal stilgevallen. Er zijn bedrijven omgevallen, zijn heel veel werknemers uitgestroomd, die ook nooit meer terug zijn gekomen precies. In de bouw. En de les van de vorige keer is dus blijf door die crisis bouwen.